Het inspectieapparaat binnen het onderwijs zal in de komende tijd goed onder de loep worden genomen, liet minister Henry Orry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren weten in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering. In het onderwijssysteem vinden er diverse transities plaats om de kwaliteit te waarborgen. Daarom vindt het departement het ook noodzakelijk dat de inspectie wordt meegenomen in dit proces. Er is een wet toezicht op het onderwijs in voorbereiding, zegt Orry. Waar wij ook een nieuwe leiding krijgen voor de inspectie, dat is een inspecteur-generaal, of u wil zeggen de directeur van de inspectie. Wat we doen is nu clustergewijs specialisaties opzetten. Basisonderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs. En ook een specialisatie van inspecteur voor het hoger onderwijs. We moeten niet onderschatten dat wanneer we het over hebben kwaliteitsbewaking, moet ons inspectieapparaat goed toegerust zijn met skills om hun werk te doen en de faciliteiten. En we zijn druk bezig dat programma dus door te draaien en proberen ook een frisse werving van nieuwe mensen binnen te krijgen. De onderwijstopman haalde ook aan dat het onderwijs een inspectieapparaat heeft gehad die qua leeftijd en kennis achterloopt bij de actualiteiten van de vernieuwingen. Het ministerie doet er alles aan om hiervoor ondersteuning te vinden. Die onderwijsvernieuwing kan alleen slagen als we dus deze drie doelgroepen moeten even vasthouden voor mij. De leerkrachten, de schoolleiders en de inspecteurs. Zij zullen samen het succes van onze kwaliteit van ons onderwijssysteem bepalen voor de toekomst. En dat is dus erg belangrijk wat ik wil aangeven. Voor de leerlingen hebben wij heel veel veranderingen op het gebied van meer aandacht voor differentiatie, integratie van vakken in de klas, meer begeleiding van leerlingen. We zullen op de basisschool veel meer begeleiders hebben in de klas naast de docent om vooral de individuele benadering meer tot zijn recht te brengen. De minister benadrukt dat het streven gesteld is op een ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij er meer individuele aandacht wordt gegeven aan het kind.